Mijn wow gaat naar wat heet de cognitive science of religion. En zij tracht een antwoord te geven op de vraag: waarom bestaat religie? We doen daar al eeuwen onderzoek naar, we vinden het al eeuwenlang een zeer mysterieus iets eigenlijk, tenminste toch vanuit wetenschappelijk perspectief. Er zijn duizenden religies ontwikkeld, ontstaan, bedacht, weer verdwenen. Dat houdt honderden miljoenen mensen in zijn ban. En we hadden er tot voor kort eigenlijk niet echt een goede wetenschappelijke verklaring voor hoe het kan dat religieuze denkbeelden zich als het ware enten op de psychologische vermogens die eigen zijn aan de mens. Dit heeft misschien niet meteen praktisch nut, hoewel we daardoor wel beter het gedrag van mensen kunnen begrijpen en dat kan praktisch interessant zijn. Maar het bevredigt natuurlijk een soort nieuwsgierigheid die we al, misschien al millennia hebben, omtrent de vraag: wat is religie, waar komt het vandaan en hoe ontwikkelt het zich?